Vandaag herleeft de vaderlandse geschiedenis in en rond de vesting Bourtange. Dit jaar keert het vestingstadje terug naar de 17e eeuw. Als in 1640 de Spaanse troepen de vesting Bourtange hebben ingenomen, weigeren de Hollanders zich daarbij neer te leggen. Hoewel hun bewapening vergeleken met die van de Spanjaarden pover is, gaan ze over tot actie. Die slag werd vandaag door 330 vechtersbazen uit heel Europa nagespeeld. Dit is wel het gevechtsweer, hè? Ik bedoel, als het regent kunnen we niks. Dus we zijn hier heel blij mee. En uiteindelijk is duidelijk wie er gaat winnen, hè? Nou, wij natuurlijk, dus de Staatsen. Dat is geen twijfel aan. Bourtange is nooit ingenomen, zal ook nooit ingenomen worden. Roes wordt erop gelet. Van uw schouder uw roer neemt en de rechterhand hoog houdt. De laatste stok uittrekt. De laatste stok kortvat. Het is een serieuze hobby die door mensen over de hele wereld wordt beoefend. Ze hebben aan elk detail gedacht en alles is zo origineel mogelijk. Dat geldt ook voor de tenten die de geallieerden opgeslagen hebben voor de wallen. 'S Nachts wordt er zelfs geslapen op een bedje van stro. De deelnemers aan de veldslag reizen de hele wereld over. Er zijn Duitsers, er zijn Russen, er zijn Polen. En die komen allemaal uit hun eigen land waar ze ook hetzelfde doen. Op allemaal hun eigen periode. De Amerikanen, Amerikaanse burgeroorlog. De Engelsen met hun eigen War of Roses en burgeroorlogen. Dus iedereen heeft zo zijn eigen hobby. Roer met de linkerhand voorbrengt, met de rechterhand hoog houdt. En ze nemen hun rol serieus. Aanlegt! Ik ben vandaag de kapitein van de roerschutters. En ik heb net de commando's gegeven voor alle musketiers op het Molenbastion. En dus ik ben de aanvoerder van de roerschutters. Ja. Toch is de hobby niet goedkoop. Een pak plus een goed wapen kost al snel €400. En tijdens zo'n weekend gaat er heel wat buskruid doorheen. Een kilo buskruid, fijn buskruid, kost toch snel €60, €70. En dat zijn geen flinke prijzen. En er gaan wat kilo's doorheen op zo'n dag? In dit weekend ongeveer 140 kilo. De slag om Bourtange trok dit weekend zo'n 8000 bezoekers. Volgend jaar worden de veldslagen uit de tijd van Napoleon weer nagespeeld.